Dit is de montagekamer, een hele belangrijke maar kleine ruimte waarin de opgenomen tekeningen tot een film aan elkaar worden gezet. Daardoor krijg je dus een werkkopie. Het lijkt me leuk om deze belangrijke fase hier even te laten zien. Ik wou daarbij zeggen eigenlijk, het is niet de echte film natuurlijk, het is een werkkopie. Er zitten dus allerlei onvolkomenheden in en het geluid is nog niet goed. Maar het is een belangrijke, tenminste voor mij persoonlijk, omdat dat waar we het over hadden, dat is de sfeer in deze allereerste scène, dat is de eerste scène van de film, volgens mij vrij aardig overkomt.